Goedemiddag, ik ben Jeroen Nagel van Metaallokaal. Ik ga u nu een aantal demonstratielasjes laten zien waarbij ik de instelling en wel het vermogen van de lasmachine ga veranderen. Ik ga u één keer de juiste instelling laten zien. Eén keer een instelling met te weinig vermogen zodat de las er bovenop ligt. En één keer een las met te veel vermogen waarbij we door de platen heen gaan. Ik heb het lasapparaat nu goed ingesteld, waarbij de voltageknop in dit geval op 3 staat en de draadsnelheidknop staat ook op 3. De las is er voor het grootste deel doorheen gebrand. Bij mijn volgende las ga ik de instelling aanpassen. En ik ga de lasmachine lager instellen, zodat we te weinig inbranding krijgen. Daarbij zet ik de voltageknop op 1. En ik ga mijn draad aanpassen. En die zet ik op 2, ietsje onder de 2. Mag iets meer draad geven. Een instelling die veel te laag is. De draad ligt er bovenop en ik heb de boel niet ingesmolten en mijn las is te weinig ingebrand. Ik ga nu een instelling maken waarbij de instelling van de lasmachine te hoog is en dan zullen we door de plaatjes heen smelten. Ik zet de draadsnelheid op 7,5. En de voltageinstelling gaat op 6. En u ziet aan het resultaat, ik heb een te hoge instelling. We smelten door de plaat heen. En daarbij heb ik de goede las laten zien. Juiste inbranding, te geringe las, te weinig inbranding en een te hoge instelling en daarbij brand je een gat in de plaat. Kijk voor meer lasinformatie op de andere filmpjes. Bij een ander filmpje laat ik zien wat de juiste instelling voltage in combinatie met de draadsnelheid is. Tot ziens!